Ja, die laatste woorden van de collega van de VVD zijn inderdaad zeer raak. Want de VVD speelt natuurlijk zelf ook een rol in dit hele dossier. Het was meneer Al-Yassini samen met meneer Van der Molen die die klokkenluider hebben doorverwezen naar de minister. En de minister die heeft een persoonlijke garantie gegeven dat dit allemaal goed geregeld zou zijn. Het is niet goed geregeld. En wellicht loopt ook de identiteit van die klokkenluider gevaar. Die zou nu naar buiten kunnen komen omdat het zo'n drama aan het worden is. Wat is de politieke appreciatie van de VVD-fractie van het feit dat er een persoonlijke garantie is gegeven door een minister en dat hij die persoonlijke garantie, ja, ik wil niet zeggen niet gestand heeft gedaan, maar dat die op zijn minst wankel is? Heer Van Strien. Het oogt allemaal niet vrij, op zijn best. En dat is ook de reden dat we dit debat hebben, om er zeker van te zijn dat het proces vanaf nu zorgvuldig en zuiver is. Dank u wel, meneer Van Strien. Ja, de heer Bosma. Voor een rare antwoord. Ik vraag gewoon een appreciatie die geef ik over hoe dat in het verleden gegaan is. Het is nogal wat. Het is nogal wat. Het is iemand heeft zijn nek uitgestoken, die is klokkenluider. De VVD-fractie wijst iemand door naar de minister. En vervolgens ontaart het in een zwoele liefdesnacht in Hotel de Abdij te Dokkum. Dat is niet zoals je moet omgaan met een klokkenluider. Dus er is iets beloofd aan de heer Al-Yassini, aan de heer Van der Molen. En wat is nou de politieke inschatting van hetgeen daar gebeurd is? Heer Van Strien. Volgens mij heb ik het antwoord aan de heer Bosma gegeven. Het is niet vrij, het oogt niet vrij. En dat is ook de reden waarom wij hebben gezegd, het is nog zo belangrijk dat we voor het reces dit debat hebben. Om ook er zeker van te zijn dat het vanaf nu zuiver en zorgvuldig loopt. Dus appreciatie heeft u. U heeft zelfs handelingsperspectief. Dat is de reden dat we nu op dit moment dit debat hebben. Dank u wel. Interruptie van de heer Mohandes, PvdA.